Ja. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video ga ik een challenge doen. Ik ga namelijk een hele dag alleen maar chocola eten. Dan vraag je zeker of Ilse, waarom zou je dat gaan doen? Waarom zou je een hele dag chocola gaan eten? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben namelijk echt een hele grote chocoladefan. Ik eet echt bijna elke dag wel iets van chocola. Het is echt best wel erg eigenlijk. Maar daarom dacht ik dus, deze challenge is voor mij weggelegd. En ja, daarom ga ik deze challenge doen. Voordat ik deze challenge begin, wil ik eerst eventjes een aantal dingen onderzoeken. Ik wil namelijk weten wat de lichamelijke effecten zijn van de hele dag alleen maar chocola eten. Dus om erachter te komen, ga ik mezelf aan het begin en aan het eind van de dag wegen. En ook ben ik benieuwd wat er met mijn huid gaat gebeuren. Want van veel chocola of vet eten kan je best veel pukkels krijgen. Ik ben best wel benieuwd of dat bij mij ook het geval is. Dus ik maak ook een before en after shot van mijn huid in deze video. En ja, wat de verdere effecten zijn op je lichaam, daar kan je natuurlijk maar op één manier achter komen. Dus laten we maar gauw gaan beginnen met deze video. Goedemorgen. Nou, vandaag is het zover. Ik ga de hele dag alleen maar chocola eten. What the fuck? Ik heb hier alles liggen wat ik heb gekocht. Echt van alles wat. Ja, het lijkt misschien heel weinig, maar ik denk echt dat ik kotsmisselijk word aan het eind van de dag. Ik heb dus ook chocomel, maar ik ga dat natuurlijk niet de hele dag drinken, want dan is het wel iets te heftig. Dus ik heb dus een regel bedacht. Ik mag wel de hele dag water en thee nog drinken naast de chocola. Anders overleef ik het denk ik echt niet. Ja, dat is een beetje het idee. Goed, nou, ik ga beginnen met het ontbijt. En ik had dus het idee om om met M&M's te ontbijten. Ja, dit zijn dus de M&M's. Ja, ik denk dat dit wel een beetje genoeg is. Zo. Als ik meer heb, dan denk als ik nog meer honger heb, dan neem ik ze nog wel meer. En dan pak ik er de chocomel erbij. Godverdamme, dit gaat zo nasty worden. Oh, wacht. Ik heb nog niet geschud. Godverdamme, dit ziet er zo fucking nasty uit. Waarom heb ik dit bedacht? Deze smurrie, godverdamme. Nou, ik ga het maar gauw eten voordat het helemaal soppig wordt. Nou, bon appetit. De chocomel verkleurt helemaal door de M&M's. Ik moet nog even, het smaakt niet verkeerd. 5 minutes later. Oh my god, ik heb nul geen zin meer. Ik ben denk ik nog niet eens op de helft met ontbijt. De dingen zijn helemaal, de kleur is helemaal uit M&M's gegaan. En het zit dus nu in de chocomel. En nu smaakt de chocomel echt heel dikachtig of zo. Het is echt fucking nasty. Die M&M's smaken gewoon nog naar M&M's, maar die chocomel, joh. Ik zit nu aan mijn glaasje water om even die chocola allemaal weg te werken. Maud, eet het maar eens voor me op. Ik denk dat ik het toch niet allemaal opkrijg vandaag. Dus, ach, dan mag Maud ook wel wat. Goed, nou, ik heb het ontbijt op en ik heb even wat water gedronken om het eventjes een beetje weg te laten zakken, want anders word ik echt heel misselijk. Maar in ieder geval, vandaag ga ik niet heel veel doen, want ik ben vandaag een dagje vrij van school en werk. Dus dat is super fijn. Ik ga wel vanavond afspreken met Ines en Shadé. Ik ben echt benieuwd hoe ik me aan het eind van de dag voel. Straks voel ik me echt super shitty en dan ben ik zo bij hun. Wat ga ik nog meer doen? Oh ja, ik moet nog even wat pakketjes inpakken voor mijn verkoopaccount. Ik wil nog wat foto's maken, want ik heb nog allemaal nieuwe spullen overal nergens staan. En ik wil nog even wat huiswerk maken. Want ik moet nog 3 dagen werken deze week. Dus dat is een beetje mijn planning voor vandaag. Ik hoop ook überhaupt een beetje kan concentreren. Voel ik me nog best wel normaal. Maar ik denk echt dat ik straks echt helemaal zo'n inkakker krijg. En zo'n momentje dat je gewoon echt helemaal zo down wordt of zo. Omdat je gewoon slecht hebt gegeten, zeg maar. Ik ga nu nog even mijn haar feunen. En dan ga ik mezelf even wegen. Mijn haar is gefeund, dus nu ga ik even wegen hoeveel ik nu weeg. Nou, met kleren en shit aan weeg ik me 65,3 kilo. Nou ja, dan weten we dat. Ik ben benieuwd hoeveel ik aan het eind van de dag weeg. Oké, even een update. Ik ben nu ook bezig met wiskunde B. Maar ik heb dus echt helemaal zo'n schorre stem krijg ik in 1 keer of zo. Ik heb dat echt nooit. Maar nu, ik, zeg maar, sinds ik heb ontbeten, heb ik echt zo'n dikke slijmlaag gewoon in mijn keel. Ik denk dat het komt door de chocola. Dus ik drink maar gewoon veel water nu. Met de hoop dat ik niet helemaal schor word, dat ik straks geen stem meer heb of zo. Nou, het is alweer middag, dus ik ga lunchen. Ik was een kopje thee aan maken, dus groene thee, dus die drink ik. En dit is mijn lunch. Ik heb 2 van die 9 zoenen of zo en dan Milka chocola met aardbeien smaak om toch nog een beetje fruit te eten. Fruit. En ik heb
Witte KitKat. Zo, kom lekker gezellig met me eten. Hebben jullie ook, jullie het altijd heel lekker vinden om, als je chocola is, om dan thee erbij te drinken? Ik in ieder geval wel. Ja, ik kan ook wel makkelijk meedoen met deze challenge, of niet? Ja. Wij zijn allemaal echt chocoladeverslaafd. Niet alleen ik, maar ook Maud en mijn vader. Vooral jij. Dat wel, dat is niet eerlijk, hè? Nou, jij houdt er ook wel van. Oh, past er altijd bij in. Foto's zijn vooral belangrijk. Best een leuke kans gaan vieren. Ah, je eet dat hele ding. Ja, we zitten wel te denken. Ik heb dit spel, Scrabble, van Yannick gekregen. En er zitten chocolaatjes in. Ik had tegen een paar mensen gezegd dat ik dit ging doen. En toen zei ze, oh, ik heb wel een spel en ik gebruik hem niet, dus je mag hem wel voor je video gebruiken. Maar ik dacht, dat past wel perfect bij deze challenge. Dus thanks Janieke voor het sponsoren. Nee, oh, ga weg. Gadverdamme. En ik moet ze nog één inpakken. En nu ga ik verder met leren, want mijn lunch is op. En ik ben gewoon niet misselijk, dus dat is echt... Ik vind het echt top. Nou, Maud en ik zijn Scrabble in elkaar aan het zetten. Ik moet nog even alle lettertjes op de chocolaatjes pakken. Dus dat zijn we aan het doen. Oh mijn god, mensen. Ik heb de beste poppet ooit gevonden. Even hoor dit. Oh my god, dit is toch te chill geworden. Yes. We zijn al lekker bezig. Of ik doe deze letter of ik doe deze letter. Maar hou het op. Oké, okay. Ja, dit is wel een heel mooi shot, hè. Ik ga even dozen uit de garage pakken. Want ik verzamel dus alle dozen voor mijn pakketjes die ik op moet sturen. Het is trouwens best wel mooi weer. Het zonnetje schijnt lekker. Oh. Hey pap. Hey. Welkom in de garage. En hierboven liggen al mijn dozen. Nou, dit is dus hoe het er aan toe gaat. Ik heb alle benodigdheden en shit gepakt. En ja, dan gaan we de spulletje maar in dozen doen. Wat vinden jullie van deze rolbubbels plastic? Ik heb deze gekocht, want ik kan natuurlijk wel spullen heel aankomen. Dus ik heb haar geïnvesteerd in bubbeltjes plastic. Er zit iets in een doos wat iemand niet al besteld. Nee. Auw! Auw! Gekke kat. Kijk, alles is mooi ingepakt in bubbeltjes plastic. En dan doe ik er altijd een leuk lintje omheen. Zo, een beetje als cadeautje eruit ziet. Zo, nou laten we maar beginnen met de eerste doos. Het zijn in totaal 3 verschillende soorten bestellingen. Wat ik altijd eerst doe is de doos een beetje op de bodem opvullen met kranten. Ik wil echt niet dat dingen stuk gaan, want dat is gewoon echt zonde. Ik heb sinds kort ook visitekaartjes. En die doe ik er altijd in. Die doe ik altijd zo tussen die lintjes, zeg maar. Ik zou nog even een verzendlabel uitprinten en dan is het pakketje zo goed als klaar om te gaan. Ik weet niet of jullie dit trouwens überhaupt interessant vinden om te zien hoe het doet. Als je er geen zin in hebt, spoel dan lekker door. Kijk, zo ziet het zeg maar een beetje uit als je het pakketje binnenkrijgt. Zie je dat visitekaartje en zo. Oké, nou de pakketjes zijn klaar. Nu ga ik laten zien hoe ik zeg maar dingen inpak als mensen de spulletjes komen ophalen. Ik heb van die tasjes. En daar doe ik het dan allemaal in. En dan doe ik er een visitekaartje in. En dan plak ik hem dicht. Het ziet er heel stom uit, maar ja, ik kan nog niet heel veel leuke inpakken zeg maar als iemand op moet halen. En ik heb stickers. En er staat op thank you for your order. En die pak ik dan hier zo op. Dus dan heb je zeg maar dit als tasje. En ja, ik zet hem nu bij mijn andere collectie die ik net heb gemaakt. Allemaal tasjes. Zeker staan, maar tegelijkertijd veel groter dan we zouden willen. Zien jullie dat we nu een centrum betalen? Yo, het is nu 4:15. En ik heb net allemaal spulletjes opgehaald. Voor mijn verkoopaccount, maar... Ik kon zeg maar van tevoren niet zien wat het allemaal was. Maar het is dus heel veel servies. En ik ben nu druk bezig met afwassen. En ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er allemaal mee moet. Want ik verkoop normaal nooit. Nooit echt dit soort dingetjes. Maar ik moet nog even nadenken hoe ik dit ga verkopen. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ik denk dat ik nogal eventjes bezig ben. Ik ga maar weer voor chocola, denk ik. Ik denk dat ik weer voor zo'n Milka koekje ga. Want die zijn gewoon echt super lekker. Ik merk niet echt dat ik...
veel moeer ben of zo dan normaal. Het enige wat ik gewoon een verschil merk is gewoon dat ik meer zin heb in andere dingen om te eten. Maar dat is ook hartstikke logisch. Ik denk dat ik nog erg lastig heb, omdat ik het ben gewend. Ik eet elke dag wel chocola. Dus mijn lichaam is waarschijnlijk wel gewoon wat gewend. Dit is echt lekker. Oké, even een update. Het is nu 5:00 en nu heb ik echt een hele erg inkakker. Ik weet niet wat het is, maar ik ben in één keer helemaal moe en helemaal duf. Dus ik denk, ik weet niet wat ik denk eigenlijk. Ik denk dat gewoon al mijn energie eruit is gezogen. Het ging de hele dag echt heen. Ik heb nergens last van gehad. Tot nu ben ik gewoon een beetje moe. Mijn avondeten. Versus hun avondeten. Oh, ik ben zo jaloers. Deze pizza is zo lekker. Ik noem even dat kopje van Lady. Lady, met chocola. Nee. Ja. Ik moet zeggen, mijn avondeten is niet verkeerd. Maar ik had toch wel liever een lekker stukje pizza gehad. Maar ik ben nog steeds niet misselijk. Ik kan nog steeds gewoon chocola eten. Wow. Waarom zou je het met een vork eten? Je hebt ook handen. Ah. En hier was ik aan het vertellen dat ik net terug was met afspreken met Chidee. En dat ik mijn toetje nu ging opeten. Lekker onderkin ook. Hehehe. En ja, het was echt iets van 12 uur 's nachts zodat ik dit aan het doen was. Nou, ik heb dus net even gekeken. En na het ontbijt was ik 64,4 kilo. En aan het eind van de dag ben ik dus 64,9 kilo. Dus dat is precies een half kilo extra. Maar ja, dat is dus tot verschil. Ik ga je laten zien hoe mijn huid er zeg maar van tevoren uitziet. Het laatste is sowieso wel een beetje voor mij zeg maar een slechte huid. Het is alsnog niet heel erg, maar zoals je ziet heb ik hier wat pukkeltjes en hier zo een beetje. Het is aanwezig, maar het valt nog mee. En ik ben benieuwd of ik na de hele dag chocola eten nog meer pukkels heb. Ik denk het wel. Maar we gaan het wel zien. Hey, hallo. We zijn al bijna 24 uur verder. Valt eigenlijk best wel mee. Ik heb juist het idee dat, ja, niet echt is veranderd vergeleken met gisteren. Ik heb nog steeds deze en nog steeds dit, zeg maar. Maar deze had ik al voordat ik de challenge was begonnen. Nou, waar zijn we nu achter gekomen? Eigenlijk kan ik prima de hele dag chocola eten. Ik zou het niet aanraden om het elke dag te doen. Want ja, je wordt toch wel een beetje down van of zo. En het is gewoon niet gezond. Want je hebt natuurlijk ook gewoon andere voedingsmiddelen nodig. Ook is er niet heel veel aan mijn huid veranderd. En ik denk dat het te maken heeft omdat ik gewoon elke dag al chocola eet. Mijn lichaam dat gewoon gewend is. Ja, met gewicht. Ja, ik denk dat het ook wel normaal is dat je gewoon iets meer weegt aan het eind van de dag dan aan het begin. Want ja, je eet gewoon natuurlijk gewoon de hele dag. En daardoor kom je gewoon aan. Dat is gewoon een feit. Dat heeft iedereen volgens mij. Dus eigenlijk heeft een hele dag chocola eten bij mij niet heel veel effect gehad. Al met al, het was dus een geslagen challenge. Als jullie nog ideeën hebben voor andere challenges, laat me het weten. Want dan probeer ik het natuurlijk uit. Ik wil even nieuwe dingetjes proberen. Dus let me know. En dan hoop ik dat ik jullie zie in mijn volgende video. Doei!